Hoi hoi, leuk dat je er weer kijkt. Vandaag mijn allereerste video van mijn 100 dagen project. Ik heb nog steeds in mijn hoofd dat het een grote junk journal moet worden uiteindelijk. En dat ik vooral spullen wil gebruiken die ik al heb. Want er ligt zoveel bij mij in de kast. En dat moet lekker gebruikt worden. Nu heb ik besloten dat ik de journal met roze tinten en met bordeauxrode tinten wil gaan maken. En verder een beetje in de neutrale kleuren wil blijven. Dus dat is een beetje de leidraad voor mezelf. Dat heb ik een beetje nodig om te kunnen creëren. En vandaag wil ik graag beginnen met een masterboard te maken van postzegels. Ik heb ontzettend veel postzegels. En die heb ik heel veel ook gekregen van Agnes. Nogmaals bedankt. Maar zoveel dat ik denk, die moeten gewoon ook gebruikt worden. Af en toe een postzegeltje, dan kom ik mijn hele leven er niet doorheen. Dus ik heb bedacht dat ik, nou ja, de roze en de bordeauxrode. En dan moet ik zeggen dat de roze er niet zo heel veel van zijn. Maar bordeauxrood wel heel veel. Dat ik daar een masterboard mee wil gaan maken. Waar ik dan later coins en... Dus grote cirkels waarmee ik mijn pagina's kan versieren. En journalkaarten gaan maken. En ik heb al een beetje zitten uitsorteren. Tenminste, dat heb ik al lang geleden gedaan. Kleur op kleur. Ik heb er al best wel veel. Kijk. Allemaal een beetje in verschillende tinten. En ik wil die dus door elkaar op dit witte kopieerpapier gaan plakken. Als basis voor journalkaarten of coins of iets anders. Dus ik ga maar beginnen en kijken hoe ver ik kan komen. En nou ja, op zich heb ik er niet zo heel veel over te vertellen. Wat ik ga doen is mijn collage medium gebruiken, een kwast en dan lekker al die postzegeltjes op dit vel plakken. En dus ik zet even een leuk muziekje voor je op en dan kun je me lekker zien rommelen. En dan zien we straks het eindresultaat. Tot zo! Zo, het hele vel is vol. Ik heb zelfs nog over, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik dacht dat het misschien niet helemaal vol zou komen. Maar nou, die bewaar ik natuurlijk gewoon, want die kan ik later natuurlijk weer in collages en andere dingetjes nog gebruiken. Ik vind het er al wel tof uitzien eigenlijk zo. Ik zie dat ik hier nog een klein stukje heb gemist, maar hier steekt nog wat uit. En zoals ik dat hier ook al had gevuld, dat knip ik dan af en dan plak ik stapjes daar nog eventjes op. Dit moet in elk geval even goed drogen. En dan gaan we straks weer verder met het... maken van de coins en de kaarten. Dankjewel. Zover voor het kijken. En dan zie ik jullie straks als dit droog is weer. Tot zo. Nou, dit is goed droog. Dan ga ik aan de achterkant even alles wat eruit steekt afdrukken.
knippen. Oeh, ga schreef. Zo. Dan zal ik meteen heel even kijken om die gaatjes nog te vullen met wat er nu vanaf valt. Even kijken, dan hadden we daarboven nog een klein randje. Zou deze daar passen? Misschien iets smallere. Die, ja. Dit doe ik even met mijn gewone lijm. Zodat het iets makkelijker en sneller droog. Zo. En dan had ik hier een stukje waar het niet mooi uitkwam. En hier had ik er nog eentje. Zo. Dan is dat ook weer mooi weggewerkt. Ik vind het er zo al heel tof uitzien. Maar nu gaan we hem in stukken snijden. En dat doe ik aan de achterkant, zodat het niet te ingewikkeld wordt. Dus dat je niet denkt, oeh, dan snij ik door dat hoofdje. Oeh, dat kan niet, want dan gewoon aan de achterkant en mijn snijbord. En ik wil graag in ieder geval A4 is 21 centimeter. Dus de helft 10,5, twee kaarten van 10,5 maken. Dus die snij ik hier op 10,5 centimeter door en hier ook. Dan heb ik al twee vierkante journalkaarten. Nou, super tof toch? En deze, even kijken. Ik wilde natuurlijk ook coins, dus er moet ook nog een strook over blijven. Dan ga ik even mijn cirkelponsen pakken. Momentje. De grootste is 2 inch, dus ik moet in ieder geval zorgen dat ik een strook van 2 inch heb. En dat is ietsjes meer dan 5 centimeter. Dan weet ik dat ik hier in ieder geval mooie coins van kan maken. En wat kunnen we met dit stuk? Even kijken hoor. Het is nog iets van 14 centimeter. Als ik het dan 8 snij. Dan kan ik hier een mooie tuckspot of een bellyband van maken. En dan gaan we hier een mooie tag en een kleiner kaartje van maken. 21. Dat is een mooie hoogte voor een tag. Iets van 15. Blijft er dan nog een leuk? Ja, dan blijft er nog een lief klein kaartje over. Dan maken we hier een tag van. Dan ga ik gelijk maar de hoekjes even van afponsen. Zo. En hier gaan we dan nog even cirkels van maken. Dus hier, dit wordt een klein kaartje. Een tag, een bellyband of een tuckspot en twee vierkante kaarten. En dan heb ik die. Pons, nou is die niet meer briljant qua snijden. Dus ik zit even te kijken of ik ergens een stukje kartstok heb waarmee ik hem samen erin kan doen. Want ik ben bang dat hij anders niet mooi, mooi ponst. Ik probeer natuurlijk zo dicht mogelijk bij de rand dat ik maximaal uit mijn strookje kan halen. Nou, hoop dat het goed gaat. Yes. Bewaar deze ook maar. Wie weet wat we daar nog mee kunnen doen. Dan heb ik nog zo'n wat grotere.
Zo, en dan gaan we die andere stukken gebruiken voor deze kleinere. Deze is 1 inch, dus ongeveer 2,5 centimeter. En dan kun je natuurlijk heel leuk in collages verwerken. Zo, en dit is, hoe groot? Even kijken. 1,5 centimeter. Hoeveel is dat in inches? Ik weet het niet. Dat is 5/8. Oh, nou leg ik hem weg. Ik heb hem nog nodig. Oh, kleintjes. Misschien toch nog een wat grotere. Kijken of dat nog past. Ja. Zo, hier kan nog wel misschien een kleintje uit. En dan hebben we een heel leuk voorraadje mooie cirkels. Die we dan in collages kunnen gaan gebruiken in een van de volgende video's. Dus mijn masterbord met postzegels is klaar. Ik hoop dat je het een leuke en inspirerende video vond. Hier overheen kunnen we natuurlijk hartstikke leuke dingen maken. Maar dat gaan we later doen. Omdat ik nu nog niet zo goed weet waar en hoe en wat. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag samen met mij de challenge aan wil gaan. Dus misschien ook met deze, met jouw oude postzegels aan de gang gaan. Je ziet, ze hoeven niet allemaal super mooi te zijn. Want net als deze is eigenlijk geen fluit aan. Ik vind deze wel weer heel leuk met die vriendelijke jongen. Maar als je dat afwisselt in het geheel, vallen ze mooi. En is, gaat het vooral om de kleuren dan om wat erop staat. Ga er lekker mee aan de slag. En ik zie je graag morgen weer in de volgende video voor mijn 100 dagen project. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!